Goedemiddag iedereen en welkom bij dit webinar van Teamleader, Work Smarter en Crony uit Utrecht. Wie slim wil ondernemen, die weet maar beter hoe zijn bedrijf voorstaat, zeker in tijden zoals deze. Daarom zijn we hier vandaag met Raf en Giel van Crony Robots. Zij weten dat namelijk maar al te goed en gaan jullie vandaag tonen hoe en waarom het in het oog houden van je metrics en je KPI's in een handig dashboard, waarom dat zo belangrijk is voor elk soort ondernemer, ongeacht wat jouw specifieke doelstellingen ook zijn. Ik ga me weer naar de achtergrond verplaatsen en ik geef het woord aan Giel en Raf. Jullie kunnen eventueel vragen stellen via de chat of via de vragen tab. En af en toe zal er een vraag gesteld worden door Giel en Raf zelf via de polls tab. Voilà, en daarmee is voor mij alles gezegd. Geniet ervan. Succes, heren. Tot later. Ja, dank voor de introductie. Welkom allemaal bij de webinar. Grip op cijfers in de coronatijden. Echt een actueel onderwerp. En we gaan jullie vanmiddag meenemen in hoe je dit kunt omzetten. Hoe je zeg maar je data kunt omzetten in meetbare punten. En hier je voordeel mee kan doen. En ik zal even kort introduceren hoe we vandaag door deze webinar heen gaan. Eerst zullen we starten met een korte introductie. Want ja, wie zijn wij en wat is Crony? Vervolgens gaan we in op het opstellen van KPI's. Ja, hoe doe je dat nou eigenlijk? En als je die KPI's eenmaal hebt, ja, hoe ga je ze dan vervolgens monitoren? Want dat is eigenlijk het belangrijkste. Een losse KPI zelf zegt nog niets. Je moet hem wel monitoren om er ook echt wat aan te hebben. En een van die manieren om dat te doen is om dit in een dashboard te doen. En het mooiste is dat dashboard natuurlijk altijd up-to-date is. En tot slot willen we jullie verder helpen om hiermee aan de slag te gaan. En eerst een prikkelende stelling. Zoals net al werd aangegeven, het is mogelijk om in de chat een reactie te zetten. En ik wil jullie bij deze ook uitnodigen om dit te doen. Want één ding staat vast. De coronacrisis heeft een flinke impact gehad op het bedrijfsleven. En wat wij zien is dat het voor de een echt een grote ramp is. Die echt voor grote problemen zorgt. Maar dat het bij andere bedrijven ook juist wel weer kansen kan opleveren. En ik ben erg benieuwd hoe dat vanmiddag bij deze groep is. Wat er bij jullie speelt. En ik zal ondertussen even kijken of er al wat dingen binnenkomen in de chat. En daarnaast komen er later in de webinar ook nog momenten waarbij er een poll wordt gevraagd. En we vragen jullie dan om te stemmen op het antwoord. En we doen dit om ook van elkaar te kunnen leren. En ook op het moment dat er actuele punten zijn. Om die ook wellicht direct aan Raf de vraag te stellen. Om daar wat meer over te vertellen. Zodat de informatie ook op jullie is gericht. Kijk, ik zie hier een reactie. Dat vooral online echt voor een shock in de groei heeft gezorgd. En ik zie hier gelijk. Ja, ik zie ook nog een reactie van Jens. Wat mooi om dat jullie ook groeien. Ja, eigenlijk allemaal positieve reacties. Nou, dat is toch goed om te horen, ja. Raf. En wie is wie? Ik ben Giel van Meijerveld. Ik ben robot consultant bij Crony. En jullie zullen het wellicht al gemerkt hebben. Ik vervul vandaag de rol van mediator. Dus ik hou de chat in de gaten en ik probeer zo het gesprek in goede banen te leiden. En Raf is ook robot consultant bij Crony. Hij kan jullie alles vertellen over cloud robots, over online dashboards en ook over KPI's. Dus Raf, aan jou het woord. Ja, dankjewel Giel voor de introductie. En leuk ook om te zien inderdaad dat er al actief gereageerd wordt op de chat en in de polls. Dus dat is super.
Heel even kort over ons, Crony Robots. We ontwikkelen cloud robots die terugkerend werk dat je doet eigenlijk in de processen in je systemen overnemen. Het kan van alles zijn, naar orders inboeken, agendas beheren, allerlei werk dat terugkerend is, kunnen cloud robots volledig overnemen. En een robot doet dat precies op de manier zoals je dat ook als mens zal doen. Daar gaan we het vandaag natuurlijk niet over hebben, maar wel goed om even te weten. Want robots zijn natuurlijk ook in staat om data op bepaalde plekken op te halen. En dat, daar gaan we ook vandaag niet verder op detail op in. Maar dan hebben jullie even een beeld waar robots onder andere inzetbaar zijn. Stop terugkerend werk. We richten ons als Crony zijn op het MKB. Je ziet hier een aantal klanten van ons staan die we helpen om terugkerend werk over te nemen door de inzet van robots. Ofwel door inzicht te krijgen en cijfers door de inzet van dashboard in combinatie eventueel met robots, maar dat hoeft natuurlijk niet. Dat is even een inkijkje daarin. En als je het hebt over de intelligente organisatie 2020 volgens ons, dan heb je het over een bepaalde waardeketen. Een beetje een saaie term, dat beseffen we ons. Maar het gaat uiteindelijk om drie dingen. Het gaat erom dat je de processen die je in je organisatie hebt lopen, dat die een bepaalde structuur hebben. Daar heb je als het goed is bepaalde tools voor in het leven geroepen. Wellicht teamleader, maar wellicht ook andere systemen als Salesforce, Avas Profit, Exact Online. Noem het allemaal maar op. Om al die processen die je in je organisatie hebt, om die goed te ondersteunen met tooling. Voor een stukje is ook in zo'n proces zitten natuurlijk allemaal handelingen. En daarin, door de tool eigenlijk goed in te richten, heb je al veel van die handelingen geautomatiseerd. En daarmee ontstaan er natuurlijk allerlei integraties, tools en natuurlijk ook robots. Die vervolgens het stukje wat daarin overblijft, wat wel nog steeds terugkerend is, om dat vervolgens ook volledig te automatiseren, dan wel robotiseren. En als je dat hebt, je hebt een bepaalde structuur, je hebt bepaalde workflows daarop. Dan gaat er natuurlijk door die processen, door die tools, gaat continu ontzettend veel data. De medewerkers die in de systemen werken, die genereren eigenlijk iedere minuut dat ze bepaalde dingen doen, data in die systemen. En op het moment dat je erin slaagt om die data voor je organisatie in te zetten in inzicht, dan ben je volgens ons de intelligente organisatie. Kijkend naar Crony zitten wij binnen het stukje workflows en inzicht. Workflows, daar zei ik net al even, wat betreft het overnemen van terugkerend werk. En inzicht door de data die door alle processen loopt in te zetten om daar op te gaan sturen. Als we kijken naar vandaag, dan gaat het natuurlijk naar het voor het stukje, gaan we inzoomen op het stukje inzicht. En hoe doe je dat nou vanuit je systemen, vanuit je tools? De data onttrekken om uiteindelijk ervoor te zorgen dat je daarop kunt gaan sturen en daar ook een bedrijf richting in kunt bepalen. Maar ja, waar lopen jullie tegenaan? Zoals ik net ook al in de chat terug zag komen, is dat er dat jullie gelukkig vooral veel groei ondergaan. Maar ja, wat voor effect heeft die groei op de rest van de processen? Is alles nog in kaart? Zorgen online verkopen misschien ook wel voor een flinke toename in producten die retour gestuurd worden? Je kan het op allerlei manieren bedenken wat voor effecten dat heeft. En ik ben dus ook erg benieuwd wat jullie daarin terugzien. Welke effecten heeft dat nou op jullie bedrijfsvoering? En dat mag ook weer gereageerd worden in de chat. Ja, ik ben ook benieuwd inderdaad, dat horen we vanzelf als er iets in de chat, of er dingen in de chat voorbij komen, die ook zeker graag, Giel. Ja. Als we kijken naar wat we veel voorbij horen komen natuurlijk bij klanten van ons, dan is het wellicht herkenbaar, bepaalde stellingen, van verkopen te weinig, maar wanneer ontvang ik die rapportage, die maandrapportage, om daadwerkelijk te kunnen zien waar dat vandaan komt. Of gaan we de opleveringen wel halen, zijn alle planningen up-to-date? Hoe loopt het met bepaalde projecten? Hoe staat het met de voorraad? Wat is de productiviteit van medewerkers? Dat zijn allemaal thema's die je veel voorbij hoort komen als je het hebt over data en over inzicht. Ik ben dus ook benieuwd hoe dat bij jullie op dit moment gaat. Wat ik in de chat zie, Raf, is dat het voor bijvoorbeeld het projectmanagement, dat moeilijker is.
Ja. Doordat er medewerkers ook veel vanuit huis werken. Ja, en kan ik me ook wel voorstellen, dan heb je toch niet die interactie die je wel op kantoor hebt. En toch iets minder snel dat je hoort hoe het ervoor staat. Ja, zeker. Ja. Daarnaast vraag ik ook, zie ik ook een reactie dat klanten vragen om een betalingsregeling, een uitgestelde betaling. Ja. Maar ja, hoe ga je dat monitoren en hoe maak je dat inzichtelijk? Ja. Ja. En wij hebben toch ook vooral drie thema's terug zien komen bij de klanten waar wij nu voor werken. Ja. Kun je daar nog wat meer over vertellen? Ja, zeker. Ik zal zo meteen trouwens groeien ook inderdaad wat betreft de betalingsregelingen bijvoorbeeld, uitgestelde betaling. Want ik kan me voorstellen dat dat veel speelt. En om daar een idee in te geven, daar ga ik nu niet verder op in. Maar die facturen die verstuurd worden, die staan wellicht in je verkoopsysteem, in je CRM, of wellicht al in je administratiesysteem. En die zijn wellicht ook al verstuurd. Nou, op het moment dat je erin slaagt om daar bepaalde kenmerken aan zo'n factuur te koppelen, dan kun je daar dus ook op gaan sturen. Maar daar kom ik zo meteen verder op in. Ga ik zo meteen verder op in hoe dat dan kan. En inderdaad, wat Giel net al zei, zijn een aantal thema's die je veel voorbij hoort komen in coronatijd. Enerzijds, iedereen werkt thuis of gedeeltelijk thuis. En dan is het vaker, wat je veel geregeld hoort, is van joh, hoe is iedereen, hoe productief is iedereen, hoe loopt het met de projecten, hoe declarabel zijn de mensen. Dat is iets wat we in corona, een thema is wat nog relevanter is geworden. De voortgang van dus de projecten ook, hoe lopen die, loopt alles nog binnen planning, maar boekt iedereen genoeg uren erop om daadwerkelijk de planning ook te kunnen halen. We zien elkaar niet meer iedere dag, dus hoe loopt dat dan? Dat zijn de kosten die daar ook aan vastzitten. Dat zijn thema's, aandachtsgebieden in coronatijd die wat ons betreft extra relevant zijn geworden. Nou, hoe doe je dat dan? KPI's opstellen in coronatijd. Ga ervan uit, wellicht dat je als ondernemer wellicht al iets met KPI's doet. Dat je ze wellicht ook al gedefinieerd hebt. En als je dus die doelstellingen hebt, dus bijvoorbeeld de declarabiliteit van medewerkers, of bijvoorbeeld inderdaad de doorlooptijden van projecten. Die komen uiteindelijk aan, dat is een bepaalde doelstelling die eraan koppelt. Dus in het geval van de projecten kan dat zijn dat deadlines maximaal 20% mogen overschrijven in een bepaalde periode. Dat kan zijn dat er x aantal uren op een bepaalde afdeling moet zijn geboekt die declarabel is. Dat zijn allerlei doelstellingen die je kunt hebben. Die komen vaak uit je jaardoelstelling, komen die naar boven. En als je dat weet, per afdeling eigenlijk wat jouw doelstellingen zijn. Dus voor de afdeling bijvoorbeeld delivery, voor de afdeling projecten wellicht, voor de afdeling finance, voor de afdeling verkoop. Als je daar de belangrijkste doelstellingen weet, dan kun je dus ook gaan kijken van waar staat precies die data opgeslagen om die doelstellingen te meten. Daar kom ik zo meteen nog iets verder op terug. Maar als je dat weet, als je dus weet in mijn time-checking systeem staan de uren en in mijn projectsysteem staan de projecten, zijn misschien twee verschillende systemen. Dan kun je bijvoorbeeld door te zeggen, ik hoop niet dat ik nu technisch word, maar door bijvoorbeeld te zeggen, doordat de tijd op een bepaald projectnaam of een bepaald projectcode wordt gelogd in het ene systeem en de uren vervolgens worden gelogd met diezelfde codes, kun je die later aan elkaar gaan koppelen, dus kun je ze gaan verbinden. Dus het hoeft dus niet zo te zijn dat alle data in één systeem zit of op één plek zit. Het kan op verschillende plekken staan. Maar het is vooral belangrijk om te zoeken naar de gemeenschappelijke kenmerken in die data. Om als je merkt, om een doelstelling te kunnen meten, dat die data op verschillende plekken staat. Soms staat het op één plek. Hè? Bijvoorbeeld als je een doelstelling hebt, we willen een x aantal omzet hebben in een maand. Dan zal dat gemakshalve waarschijnlijk uit het CRM-systeem komen. Of misschien ligt gewoon uit de boekhouding. Dus dat is een wat makkelijker om te beantwoorden. Maar er zijn heel veel opties natuurlijk in. Uiteindelijk komt daar een rij met doelstellingen uit, met daaraan dus een rij met formules per doelstelling, hoe je dat dus wil gaan meten. En daaraan gekoppeld uiteraard het target. Dus als je dus de doelstelling hebt, je weet waar de data staat, hoe je dat wil gaan meten, dan wil je uiteindelijk nog weten wat dan in een bepaalde periode het doel moet zijn. Dus bijvoorbeeld, de omzet moet op dit niveau staan iedere maand en dan loopt het goed. En een KPI-dashboard, wellicht voor velen al bekend, zie je dat dan ook in metertjes groen-rood bewegen, hoe dat gaat. Waardoor je uiteindelijk afdelingsoverschrijdend kunt zien
hoe het met alle verschillende doelstellingen loopt. En waar je dus op dat moment aandacht op moet zetten om een en ander te optimaliseren. Een datapoint analyse. Na afloop van het webinar ook een whitepaper waar dat nog even wat verder in wordt toegelicht. Maar een datapoint analyse is dus op het moment dat je weet wat de doelstellingen zijn die je wil gaan meten. Wordt eigenlijk uitgevoerd om vervolgens te kijken waar staat die data. Dat kun je ook gewoon zelf doen door gewoon te kijken naar je systemen, naar de doelstellingen en te kijken waar kan ik die data dan vinden. Zoals een ander voorbeeld. Op het moment dat je bepaalde engagement op sociale kanalen nodig hebt om bepaalde toestroom van leads te hebben iedere maand. Dus dat zou een doelstelling kunnen zijn. Dus bijvoorbeeld x aantal reacties op bepaalde posts, x aantal inschrijvingen op webinars. Dat zou bijvoorbeeld iets kunnen zijn waarbij je dus weet dat het bijvoorbeeld aantal inschrijvingen in Livestorm plaatsvindt. Dat het aantal reacties op een post, dat bijvoorbeeld in LinkedIn plaatsvindt. Nou, dan ga je daar verder in zoeken in LinkedIn op welke specifieke plek staat die data dan exact. Als je dat weet, dan ben je eigenlijk al best wel een eind. Yeah. Even een slokje water. Is overigens niet makkelijk, weten we uit ervaring. Sowieso vanuit een doelstelling naar een concrete KPI komen, dat kan een hele uitdaging zijn. En dan vervolgens die vertaalslag maken vanuit die KPI naar je data toe. Dus waar staat die data opgeslagen, dat is vaak best wel een lastige stap. Ook omdat data niet altijd uniform is. Dus wellicht gebruik je meerdere systemen en de ene data slaat bijvoorbeeld de datums op in Amerikaans formaat, de andere pakket slaat hem bijvoorbeeld op in Europees formaat. Nou, dan heb je bijvoorbeeld al een uitdaging te pakken. Waarbij je dus weliswaar de data overeenkomt, maar waarbij die in een ander, in dit geval een ander formaat staat opgeslagen. Nou, dan heb je natuurlijk mogelijkheden voor om die data dan eerst te transformeren, zoals dat mooi heet. Zodat ze overeenkomen voordat je ze daadwerkelijk gaat meten of in ieder geval er iets mee gaat doen. Als je al die data weet, dus je weet waar die data staat opgeslagen, in welke systemen, dan is de volgende stap om dat in een data warehouse op te gaan slaan. Maar voordat we dat gaan doen... Ja, voordat we dat gaan doen, ben ik eigenlijk wel benieuwd hoe dat nu bij jullie het geval is. Of jullie een idee hebben waar die data staat. En er komt nu ook een nieuwe poll online, waarbij jullie kunnen aangeven... Nou, of dat bijvoorbeeld door statistieken is of met exports. Het is een meerkeuze mogelijkheid. En stel dat er een andere manier is waarop jullie dat doen. Dan hoor ik dat ook graag in de chat. Want we zien gewoon dat het op veel verschillende manieren gebeurt. En de ene organisatie heeft dat altijd direct voor handen. En weet goed hoe ze ervoor staan. Maar er zijn ook bedrijven die bijvoorbeeld iedere maand een rapportage krijgen van de accountant. En dus vervolgens gaan sturen op de gegevens van de afgelopen maand. Ja, en dan ook nog een punt wat we veel zien, is dat er heel veel, met name in het MKB, wordt gestuurd op het onderbuikgevoel. En dat hoeft natuurlijk helemaal niet verkeerd te zijn. Sterker nog, vaak is dat goed om vanuit... intuïtie beslissingen te maken. Maar het is helemaal mooi om deze beslissingen ook te kunnen verantwoorden en te kunnen onderbouwen met de data. Ik zal eens kijken wat er op dit moment wordt teruggegeven in de chat. Ja, ik zie dat Robert geeft aan dat het toch wel vrij bewerkelijk is om alles goed uit elkaar te halen. Op het moment dat je met statistieken werkt. Dan zie ik Jean-Philippe, die heeft de data in Teamleader. En Robin geeft aan, ja, zowel exports als spreadsheets, als wat anders. Dus ik denk ook dat er wel bedrijven zijn die een combinatie maken. En dan kom je ook alweer terug bij wat Raf net vertelde. Dat er dan dat eerst die data getransformeerd moet worden voordat je er een uitspraak over kan doen en de vergelijking kan maken. Ja, ik zie hier ook van Jens dat er in verschillende systemen wordt gewerkt en dat de data niet centraal is opgeslagen. Dus veel met exports en spreadsheets. Mm-hmm. Ja, en dat maakt het ook vrij bewerkelijk allemaal. Ja.
Ja, het is dus wel herkenbaar. Ja, gemixt volgens mij. Hè? Ja. Dus statistieken, exports, allerlei dingen. Ja, ja. Of allerlei in ieder geval. Statistieken, exports, spreadsheets, dat hoor je gemixt terugkomen. Ja, dat klopt. Ja. Nou, dat is inderdaad ook, als je daar nog heel even kort bij stil blijft staan. Hè, wat vaak al, hè, wat het eerste stap is om met data aan de slag te gaan. En veel pakketten zitten inderdaad, wat Giel al zegt, statistieken. Waar je dingen mee kunt gaan doen. Als je dan kijkt naar de intelligente organisatie, dan heb je, als het goed is, de juiste procesvolwassenheid. Je hebt je processen ondergebracht in de tools die in jouw geval er zoveel mogelijk van dat werk ondersteunen, om dat goed te kunnen doen. Je hebt daar dus de juiste toolings in gekozen. En je kunt, als het goed is, al met exports en met statistieken al het een en ander zien over hoe het loopt in je processen. De slag, en daarom is die oranje die dan gemaakt kan worden, dat is natuurlijk een keuze, is om aan de slag te gaan met dashboarding, om die data dus echt op een centrale plek onder te gaan brengen, waarbij je eventueel ook met verschillende pakketten tegelijkertijd werkt, waarin die data allemaal staat opgeslagen, waardoor je dus inzichten kunt gaan krijgen organisatiebreed. Dus niet in een bepaalde tool, of in een bepaalde statistieken, of in een bepaalde export, maar eigenlijk organisatiebreed over alle afdelingen, hoe dat presteert. Dat is uiteindelijk, hè, als we dat rondje ook groen krijgen, de doelstelling om volgens ons echt een intelligente organisatie te worden anno 2020. Los van KPI's zit natuurlijk ook een schat aan verborgen data in je organisatie. Want ik zei het net al even, alles wat een medewerker doet in een systeem, dat wordt onder water opgeslagen. Iedere handeling wordt over het algemeen bijgehouden in een systeem. Niet alles is standaard met exports eruit te halen of met statistieken te zien. Maar er is ontzettend veel data dat continu wordt bijgehouden bij ieder proces dat een medewerker doorloopt in de systemen. En daar kun je dus los van de KPI's ook gewoon heel veel inzichten uithalen. Voorbeeld daarbij is ook Coolblue die dat natuurlijk doet. Wellicht herkenbaar voorbeeld dat ze met vestigingen zijn gestart. En dat ze toen zagen dat de vestigingen op zich op dat moment nog niet zoveel opleverden. Maar dat de online verkoop juist ontzettend steeg. En op het moment dat ze daar, op het moment dat ze alleen hadden gefocust op de omzet uit de boekhouding, dan waren ze waarschijnlijk niet tot dat inzicht gekomen. Maar door die verschillende inzichten van de webwinkel, van het verkeer op de site, met de verschillende omzetcijfers van de winkels, alles te combineren, kwam daar bepaalde data naar boven, bepaald potentieel naar boven. Nou, in heel veel pakketten, AFAS Profit, Teamleader, Exact Online, wordt ontzettend veel van die data bijgehouden. En als je het slaagt om die goed eruit te halen, dan kun je daar dus ook dat soort inzichten mee op gaan doen. Dus wat ons betreft, los van KPI's. Erg interessant hoe dat tot die nieuwe inzichten leidt. Ja, zeker. Ja. Nou, data, hè, als je de KPI's helder hebt, je weet waar de data staat opgeslagen, waarmee je de KPI's wilt gaan meten, dan is het zaak om ervoor die data ook op een centrale plek op te gaan slaan. Dus eigenlijk om een centrale bak, een centrale database neer te zetten waar al die data in zit. Kan via verschillende manieren, kan handmatig, dus dat je inderdaad naar de pakketten toe gaat en daar handmatig de dingen kopieert en opslaat in de database. Kan wellicht ook met exports, waarin je eventueel het een en ander al kunt doen. Kan met data layers, dat zijn vaak technische bedrijven die je dan in de arm neemt met de vraag om die data met scripts en met automatisering naar een centrale plek toe te leiden. Soms zijn daar ook al dingen voor. Ze hebben soms integraties die al bestaan. En het kan uiteraard met datarobots. We kunnen het kort al even toelichten, waarbij de robot net als een mens door het systeem heen navigeert en naar de plek gaat waar de data staat. En die vervolgens op een centrale plek in een database gaat opslaan. Ja. Mag ik hier even op inhaken? Ja, ik heb namelijk net de vraag van Robin gekregen. Van wat is nou het verschil tussen automatisering en robotisering? En dat sluit hier volgens mij goed bij aan. Ja. Van wat zijn nou eigenlijk die verschillen daartussen? Ja, goede vraag. Klein uitstapje, maar is altijd leuk. Ja. Inderdaad, automatisering richt zich vooral op de toolings die je aanschaft als organisatie, waarin je dus veel kunt automatiseren. En vervolgens de scripts en de API-calls, en het wordt nu een klein beetje technisch, denk ik, die je dan die eromheen maakt om nog verder te automatiseren. Wat je daarin vaak ziet, is dat je dan met een developer gaat samenwerken die dat soort scripts gaat maken om de dingen die eventueel in de tool die je hebt aangeschaft wellicht niet standaard kunnen,
om die dan... Dus echt de software schrijven daarvoor? Je schrijft eigenlijk software of scripts die dan aansluit op een tool die je gebruikt om bepaalde dingen te automatiseren. Robotisering is eigenlijk, moet je zien als een robot die het werk net zo doet als een mens. Dus op het moment dat je een robot neerzet om bijvoorbeeld bepaalde data op een bepaalde plek weg te halen, dan zal de robot dat zo gaan doen zoals jij dat als mens ook zou doen. Dus hij logt in, letterlijk als bijvoorbeeld Teamleader als voorbeeld pakken, op de inlogpagina van Teamleader CRM, gebruikersnaam, wachtwoordveldje in, klikt op inloggen, klikt bijoorbeeld aan de linkerkant in de modules op deals, ziet daar alle deals staan en haalt daar dus bepaalde data weg die je dan bijvoorbeeld nodig hebt voor je KPI. Waarbij dat inderdaad bij automatisering meer gaat om scripts. Dus dat je dan een developer vraagt om onder water een script te maken die dat dan, nou, een beetje technisch, via API-kast eruit trekt. Of eruit onttrekt, moet ik zeggen. Ja. Dat is eigenlijk het verschil. Okay. En het grootste verschil is vooral de flexibiliteit wat mij betreft. Waarin je dus in automatisering vaak in een script zit. En als je daar iets in wil aanpassen, toch wel weer naar die codes moet kijken. En bij robotisering de robot eigenlijk vertelt hoe die in een bepaald pad kan doorlopen. En als je dat wil aanpassen, gaat het bijna letterlijk zoals je dat als mens ook zou doen. Namelijk de robot dat even vertellen, hier en daar aanscherpen en dan kan die weer verder. Okay. Dus het is een stuk flexibeler vaak. Ja. Noemen we dat ook vaak een low-coding platform, maar dat... Voor de kennis. Oké, dankjewel. Ik zal aan Robin vragen of de vraag zo beantwoord is. En anders komen we daar aan het einde nog wel even op terug. Helemaal goed. Ja, als je het hebt dus over data warehouse, dan zit die data dus op een centrale plek. Eigenlijk op een centrale database. Als je dat hebt, je hebt wellicht je exact online, je boekhouding gaat er naartoe. Je hebt je Teamleader, je CRM of je Pipedrive CRM of je Microsoft Dynamics of je SAP of SAP. Het zijn eigenlijk verschillende... systemen natuurlijk waar data in kan zitten, die eruit wil onttrekken om alles op een centrale plek te krijgen. Om vervolgens, dat is de laatste stap, Microsoft Power BI erop aan te sluiten, waarin je dan de data kunt gaan visualiseren. Je ziet ook even hier aan de rechterkant, zien het staan. Dus software van Microsoft, waarbij je eigenlijk aan de linkerkant een tools hebt om vervolgens visualisaties erin te slepen, te kiezen welke data je wil gebruiken, formules achter te zetten en op die manier dus zelf met je data te gaan spelen en uiteindelijk dat KPI-dashboard neer te zetten. Power BI is voor, om een klein beetje een indruk daarin te geven, Power BI is volledig kosteloos, de basisversie. En daarmee kun je het stukje KPI's kun je daar wat ons betreft gewoon goed in doen. De database die er dan vervolgens op aansluit, dat zit ook gewoon verder in de kosteloze versie van Power BI. Nou, wil je verder gaan, dan hebben ze uiteraard ook nog bepaalde pakketten. Maar dus om aan de slag te gaan met je KPI is niet per se noodzakelijk voor Power BI. Als we nog even terug, want ik zie nog een vraag van Ingmar. Of een robot, en het sluit volgens mij goed hierop aan, of een robot alleen de data van A naar B kan verplaatsen, of dat hij die data ook kan verrijken. We hebben het net gehad natuurlijk over de verschillende soorten data ook die soms getransformeerd moet worden. Ja. Is dat ook mogelijk? Ja, goede vraag. Inderdaad, het transformeren van data. Dat als mens, als een datum in bijvoorbeeld een Amerikaans formaat staat, dan kun je dat als mens omzetten naar een Europees formaat. Dat kan een robot inderdaad ook. Dus het is het gebeurt geregeld dat data eerst nog getransformeerd wordt. En inderdaad, een ander voorbeeld is inderdaad het verrijken, waarbij je bijvoorbeeld data op een bepaalde plek hebt staan. Ik noemde het net al even, bijvoorbeeld een timechecking systeem waar je de tijdlogging in hebt zitten en een projectsysteem waar je de projecten in hebt zitten. En doordat die robot die dingen combineert, kan die dingen ook samenvoegen. En ze ook samengevoegd in die database zetten, waardoor je inderdaad een stuk verrijkende dataset krijgt eigenlijk, waarmee je sneller en betere gegevens eruit kunt halen. Ja. Dus dat klopt, ja. Oké. Okay. Ja. Als je kijkt naar KPI's en dashboarding, even kort samengevat, het zorgt ervoor dat je data naar een centrale plek toe gaat, waar je vervolgens op real-time je inzicht kunt zien. Je ziet letterlijk de bekende metertjes. Ben je in het groen, dan gaat het volgens doelstelling. Ben je in het rood, of ben je in het oranje, dan is het belangrijk om daar even naar te gaan kijken wat daar precies aan de hand is, daarop in te gaan zoomen. En daarmee kun je dus ervoor zorgen dat de doelstellingen die je als organisatie hebt, dat die aansluiten op hoe de prestaties zijn in je processen. Zorgt er dus ook voor dat je 24/7 overal toegang hebt, op je tablet, op je mobiel, via een desktop, en dat je er ook zelf verder mee aan de slag kan. Op het moment dat je eenmaal een data warehouse hebt neergezet, is onze ervaring,
dan ga je dat over het algemeen, heb je dan de smaak goed te pakken, ga je dat verder uitbouwen met meer systeem, met meer data die je erin gaat stoppen, om steeds meer inzicht te gaan krijgen en steeds strakker te kunnen sturen ook op die doelstelling. En dat is uiteindelijk wat natuurlijk... Ja, dat is wel de moeite waard. Ja, dat zeker. Ja. Nou, dus het vooruitkijken en vooruit sturen, om even samenvattend daarover te zijn. Het begint bij de doelstelling van de organisatie. Vanuit daar komen een aantal prestatieindicatoren die in de processen per doelstelling die je wil gaan meten. Dus bijvoorbeeld bij de afdeling finance is dat een bepaalde omzet, een bepaalde declarabiliteit. Bij de afdeling project is dat bepaalde doorlooptijden, bepaalde planningen. Op het moment dat je dat weet, maak je een selectie eigenlijk van je kritische prestatieindicatoren. Dus per afdeling maak je er 2, 3 die voor jou relevant zijn, waarvan jij zegt, dit zijn, die moet ik, als ik die weet, dan weet ik dat het organisatie in de basis gewoon goed loopt. Die data, die gaat naar een centrale plek toe. En dan sluit je Power BI of een andere dashboarding tooling op aan. Om die data te visualiseren. En daar dus als intelligente organisatie inzicht uit op te doen. En real-time op te kunnen gaan sturen. Nou, ook nog als afsluiting eigenlijk ook even benieuwd naar wat zijn nou eigenlijk jullie belangrijkste KPI's in tijden van corona. We hebben natuurlijk al even wat thema's geraakt, even wat aandachtspunten benoemd. Dus we zullen zo meteen ook nog even de chat in de gaten houden om daar eventueel op te reageren. Ja, want vooral wel benieuwd als jullie dit zo hebben gehoord. Zijn er dan al gelijk aandachtspunten waarvan je zegt, nou dat zou eigenlijk in deze tijd voor mij een belangrijke KPI zijn, of een potentiële KPI, laat ik het zo stellen. Want, het werken met KPI's, dat is niet iets wat je zo even in een half uurtje allemaal uitwerkt. Maar ik ben benieuwd wat jullie na het horen van deze webinar als eerste ideeën hebben over van, nou, hier zou ik wel op kunnen gaan sturen. En ik zal dat weer in de gaten houden. Ja. Nou, tot slot, ik noemde het net al even. We zullen naar alle mensen die aanwezig zijn, alle mensen die zich hebben aangemeld, een whitepaper toesturen. Waarmee je eigenlijk in 3 concrete stappen gaat vanuit je doelstelling naar concreet dat datapoint en je KPI. Dat geeft je al heel veel handvatten om daarmee aan de slag te gaan. Maar ik kan me voorstellen dat je weer nog vragen hebt of nog even wil sparren. We hebben onderaan het whitepaper ook de contactgegevens van Giel en van mij, Raf, neergezet, zodat je altijd even natuurlijk even kunnen mailen, kunnen bellen als er vragen zijn. Dan staan we natuurlijk graag te woord. Ja.